Oké, deze heet Megan Sweeney. Blower candle, walks up, motions. Dat hebben we allemaal. Dat is een vrouwelijke geestje. Ja. Autosleutels, handig om te hebben. Waarom? Als je het auto-alarm laat afgaan, kan je hem uitdoen. Oh. Ik heb niet gekeken waar de fusebox is, ik ben het vergeten. Fusebox? Fusebox. Ja, de stoppenkast. Oh, om het licht aan te doen. Ja. Ik krijg een buikpijn. Hij is hier. Moet je poepen? Hij is hier. Ja, de fusebox. Maar moet ik plassen, maar vandaag heb ik iets anders mee. Oh! Wat? Huh? Hij doet het lamp. Oh. De spiegel. Kijk, dit is lijp. Hoe zag je dit? Dit is een spiegel. En als je hierin kijkt, dan kan je zien in welke kamer die zit. Oh! Alleen, er gaat wel veel sanity van je af, dus je kan maar heel kort kijken. Maar we kunnen wel kijken, het is wel handig weten meteen waar die is. Oké. Zo, ik zag het. Oh! Is het de keuken? Ja? Ja, dat is hier. Zo. Hij zit hier. Oh. 100. Oh, wow. Oké. Goed om te weten. Maar dan, hij blijft ook in de keuken? Of komt hij... Hij kan verplaatsen, in theorie. Okay. Maar hij blijft wel erg op dezelfde plek. Ja, meestal wel. Megan, toch? Megan Sweeney. Megan, we komen hier aan. Wow, Megan, we komen! We komen. We zijn... Wil jij zo ook een keer lopen? Als je me vertelt hoe die knopjes werken. Ja, dat is goed. Hij ademt ook af en toe zwaar, hè? Ja, als je hem net hebt gerend. Oké. Megan, kom maar tevoorschijn, meis. Oh, een boe. Hoor je dat? Huh? Wat? Oh, hij is aan het schrijven! Hoor je hem? Ghostwriting, oh. Is misschien een demo. Megan. Megan, gekke meis. IMF3. Maar ik zie geen orbs. Ik denk niet dat het een demon is eigenlijk, want er zijn geen freezing temperatures tot dit toe. Oké. Zo, dat is lijf. Hij schrijft meestal niet zo snel. Nee? Nee, niet meteen al. En daarvoor moet je het licht uitzetten? Nee, voor die ghost orbs te zien. Daarvoor is het chill. Oké, maar... Was hier een stopplek nou? Kon je hierin? Nee, shit. Oh! Zo! Dat is het bot. Gewoon een voet. Was hier beneden verstoppelijk? Nee, hè? Ik weet niet. Ik weet niet, maar zo. Ik weet niet. Hier? Kan je hier verstoppen of is het te groot? Oh, wacht. Misschien hier. Ja, aan het begin was het. Hier kan het, in die babykamer. Ja. De babykamer. Wat? Bij Nancy, hierachter kan je stoppen. Hierachter. Oh. Dit is een goede plek. Ja? Wat? Dit is wel een heel klein lampje. Daar gaan we zitten, mocht hij achter ons aankomen. Okay. En dan gaan we niet dood. Okay. Tenminste, dat is de bedoeling. Zo. Okay, ik pak nog even wat spullen. Mm-hmm. Ik pak nog even wat spullen. Mm-hmm. Daarna mag jij. Ik vind het echt... Waarom gingen nou al die lichten uit bij mij? Dat deed hij gewoon, man. Ja? Ja, he did that. Ik wil wel met het kruis lopen. Dat helpt toch? Je kan hem beter gewoon neerleggen op de plek waar hij zit. Want als hij vanaf daar begint met hunten, dan wordt hij tegengehouden, zeg maar. En dan zie je dat kruis, zeg maar, een soort van afvikken langzaam. Echt? En dan nadat hij afgefikt is, komt hij halen. Een soort van. Where are you? Oh, viel er een pot. Oké. Wat zegt ze? I'm close, zei ze. Nee, maar dit is wel een goeie, man. Spirit box. Spirit poltergeist mare. Oké. Wow, ze heeft hier allemaal shit omgegooid. Dat is een vies kut. Hé, hey, het is sowieso een poltergeist. Ja? Dat is lijp. Vul het in, dan gaan we. Een wat? Vul het in, dan gaan we. Een wat? Wacht, voor een poltergeist? Een wat? Poltergeist? Ja, wacht. Dat is... Die moet fingerprints hebben. Oh. Stel, zien ergens fingerprints? Zometeen als hij een deur aanraakt of zo, moeten we kijken voor fingerprints? Dan is het 100% een poltergeist. Want kijk, poltergeist gooi je heel veel met shit. Hij heeft hier drie dingen omgegooid. Dat is lijp. Nog een bord hier ook? Ja, dit moet wel een poltergeist zijn. Boos. Zit er niet op die borden en zo? Kan daar fingerprints op zitten? Of alleen op deuren? Nee, op de borden niet inderdaad, ja. Maar hoe de fuck geeft dat ding antwoord? Zo. Vraag snel ook, hè? Snel. Zegt alles goed. Wil jij iets vragen? Yes. How are you? Oh!
Wow, kijk! Nee! Oh, hij heeft hem gegeten, Gegeten? Ja, zo zeggen ze dat in Ghost in Tell. Ik ben een nerd, weet je wel? Ja. Oké, wacht. Maar het is 100% de podcast, moet wel. Gaat niet goed. Ik vroeg, how are you? Nee, ze gooiden dit om ook. Gaat niet goed. Wacht even, dan is dit dus... Nee, hè? Wauw, lijp. Wil je nog iets vragen, Oele? Je hebt toch al gezien, ze wilt niet praten. Nee, we moeten die fingerprints checken, man. Kan je gewoon gokken? Als dat de kruis afgefikt is, komt ze je dan halen? Nee, ze kan alsnog ons halen, maar hij kan 3 keer gebruikt worden en daarna heeft het geen effect meer. Maar we moeten verwachten. Can you touch this door, please? Hey. Die klokgeluid, is dat hier? Ja, man. Hier hangt een klok. Klinkt eng, hè, die klok. Ja. Wow, heeft het nog een keer gedaan. Zo. Hebben we mazzel? Hij is boos, hoor. Tot nu toe. De poltergeist is boos. Ja, lampje gaan. Kijk, wat het voordeel is, als hij ons nu gaat hunten... Dan kan je meteen naar de babykamer. Ja, dat. En hij raakt dan vaak ook een deur aan tijdens een hunt. Dus dan kunnen we meteen checken voor fingerprints. En als er dan fingerprints op zijn, dan weten we wat het is. En dan kunnen we weg. Maar wanneer weet je dat ze gestopt is met jouw hunten dan? Dat hoor je. En dan gaat het licht uit en zo. Dus als je een beetje ervaring hebt, dan weet je dat. Of een nerd bent. A.k.a. nerd. Ze maakt het wel spannend, hè? Give us a sign. Dit hoort ze niet, toch? Ja. Hoort ze dat ook? Ja. Oké, als ik hem aan. Oh, god. Nuffel. Gaat ze halen? Nuffel. Kut. Nuffel. Kut, stil. Nuffel. Ga snel. Zit. Hij raakte wel een deur aan, volgens mij, hoorde ik. Hij denkt alleen maar in die deur, hè? Ja, ik hoorde een deur. Hij raakte sowieso een deur. Dan kunnen we nu snel kijken, zodat ze klaar is met hint. Moet je lamp niet uit doen. Kom dichtbij. Oké. Hey, luister, ik heb veel deuren gehoord. Er moet sowieso ergens... Is het klaar? Is het klaar? Ja, is goed wel. Oh mijn god, hè? Is het dan toch geen pot? Oh ja, hier, kijk. Top. Laat me die foto maken. We gaan. We kunnen in principe gaan. Ja. Hier, fingerprints. Poltergeist. Ja. Hey, Nuffel, rennen. Ren naar die deur. Rennen. Oh. Ziet er zin in vanavond. Volgens mij was het geen hunt. Wat was het dan? Een ghost event, volgens mij. Ga naar buiten. Ja. Oké. Gelukt. Oh, sorry. Oeh, sorry. Ja, oké. Ja, hey. Jij bukt ook, hè? Wanneer komt de hunten? Dan ga jij van zo, ga je naar zo staan. Ja, dat was spannend. Dat was heel spannend. Oh, maar nu ben jij niet geweest. Nee, nou, is het niet erg. Oh my god. Maar poltergeist, ja! Yeah. Oh, zie je? Pas! Yes! We hebben gewoon geld! Yo! Wil je nog een video zien? Dan kan je hier klikken. Wat? En ben je niet te abonneren. Ja, dat was gezellig, jongens. Ik reageer op jou, wat? Zie je de video niet hier hangen? Ah ja, ik zie hem nu! Ik wou net zeggen. Klik dan even. Deel. Doei.